Veerman. Nu ligt het wel open en is daar de 3-2 via Boskagi. Leep balletje van Joey Veerman en de ontlading in het stadion. De ontlading bij Boskagi in de aanloop naar de 25e landstitel in de geschiedenis van PSV. En dan deze prachtige paas op Austin Jones. Alleen op Van Coldenhoven en Jones doet dit prachtig. Prachtige goal van Austin Jones om er 4-0 van te maken. Renate Jansen eruit voor een staande ovatie. Of Nadia Code nog even brengen. Daarvoor zijn de belangen te groot, de spanning te groot. En is hier de kans en is hier de 2-1. Perfect uitgespeeld. Nijstad maakt hem. Veerman, daar Schouten. En dan is het 1-1. En is het in ieder geval gelukt om ook in wedstrijd nummer 33 een doelpunt te maken. Van der Blaak. Nasser, ja, dit is een uitgelezen kans op de 2-0. Sterker nog, dit is de 2-0 van Javon Simons. Hoekschop van Worm. Tweede paal, daar is Bros en daar is de gelijkmaker. Cijfers allemaal in het voordeel van PSV. Het zijn wel cijfers die natuurlijk enigszins vertekenen. Terwijl hier deze afgaat op Olij om een goal mee te pikken. Dat doet hij ook. En zo wordt het 4-2. Is het vrij laat in de wedstrijd. Daar neemt de PSV met weer een kwartet goals. Toch afstand van een dapper strijdend Sparta. Ondertussen is hier ruimte misschien om te schieten, om te scoren. En wat een kans zegt daar voor Thomas. En in de rebound is het wel raak. Serieuze doelpogingen zijn sowieso schaars voor PSV in deze eerste helft. Wellicht nu als De Jong komt en dan is het wel raak. En heeft Luc De Jong zijn doelpunt te pakken. Stoit, goede actie. Ook langs de Sanders en is veel sneller. Fleur Stoit. Tijd en ruimte voor de voorzet. Die komt er en daar is de goal dan wel voor PSV.